Wij doen vandaag de smaak versus real food challenge. Door middel van loodjes wordt bepaald wie er het echte eten moet eten en wie de smaak moet eten. Soms krijg je lekkere dingen en soms iets heel smerigs. Waarom zou je dat willen? Degene die het langst door blijft gaan, wint de challenge. Nee! Oh, ik heb geluk! Welkom bij deze nieuwe video. Wat gezellig dat je weer kijkt. En Thomas is weer van de partij. Wat superleuk dat ik er weer ben. Nou, inderdaad. Ja, met pet en al. Nou, en daar heb ik een leuk like goal voor. Oh. Als deze video 20.000 duimpjes krijgt, mag ik Thomas zijn pet afdoen? Nee, dat is niet leuk. Nee, nu ga ik weg. Nu doe ik het alleen verder. Nou, hey. Al deze mensen vragen zich af. Komt het wel of komt het nooit meer goed? Ik wist dat je terug zou komen. Wat betreft ben je net onkruid. Ik hoop dat je dat duimpje inmiddels hebt gevonden. Nou, dat is echt niet leuk. Ik ga echt niet meer meedoen aan deze stomme challenge als je zo doorgaat. Nou, heus wel, want we gaan gelijk naar ronde nummer 1. Voor ons staan 2 opties. En 1 optie... Ja, want jij bent de gebarentolk, of niet? Ja, ik probeer het, maar het lukt niet. Nou, handig. 1 optie is dus het real food. En de andere optie is... Wat zit daaronder? Ja, de smaakversie. Oh. Bijvoorbeeld aardbeiensmaak, chocoladesmaak. Je weet het wel. Je mag gelijk een loodje grabbelen. Want dan weet je welke je zo meteen moet nemen. Ik ga voor deze. Oké, dan doe ik deze. Zolang je het eet, zit je nog steeds in het spel. Geef je op, dan heeft de ander gewonnen. Ik zit er iets heel vies bij dan. Je weet maar nooit. 3, 2, 1. Oeh, ik heb echt. Ik heb de smaakversie. Dus ik krijg iets reals. En ik de smaak. Ja, dat is logisch. Voordat we de producten gaan onthullen, heb ik nog 1 extra spel. 1 extra spelelement. Je hebt namelijk zojuist een appje gekregen van Sarah. En zij heeft een geheim woord voor jou en een geheim woord voor mij die je tijdens deze video moet zeggen. Nee. Als je aan het einde van de video het geheime woord van de ander kan raden, win je 500 euro. Oké, hebben we nu het appje? Ja, als het goed is wel. Oeh, ja, ik heb hem. Ja, ik heb ook een appje. Heel lastig. Heel lastig, ja. Oké, nee, maar dit, misschien gaat het wel lukken. Ik ben benieuwd of jullie het merken tijdens de video. Ik ook. In 3, 2, 1, kijk maar. Oh nee. Lekker. Oh, maar dan moeten we wisselen, want ik heb real. Yeah. Oh nee, godver. Uien. En wat is dit? Schimmelkaas. Ik heb cheese onion chips, oftewel kaas-uienchips. En jij hebt een kaas en een ui. Ik heb hier echt geen zin in. Nou, ik doe het gewoon maar gelijk. Wil je misschien een snijplankje om het lekker klaar te maken? Een lekker kaasplankje? Hier, nee. Moet ik je helpen? Nee. Hoe langer ik ermee bezig ben, hoe erger het wordt. Kijk, ik neem gewoon een hapje. Oeh! En nu nog de schimmelkaas. Moet je eens kijken hoe lekker die eruit ziet. Ja, kom maar. Oeh! Al het groen ook echt. Eww. Komt dat uit Mozambique of niet? Oh. Uienlucht. Godver. Uit Mozambique, waar heb jij het nou weer over? Wat is nou weer Mozambique? Ja. Eww. Nou, er zijn dus mensen die dit heel lekker vinden. Nou, daar gaan we. Godver, het is echt mijn nachtmerrie, schimmelkaas. Ik heb er nog nooit op. Hè? Schimmelig. Voor mij ruik ik heel erg. Ik wil je echt nooit meer zoenen nu. Maar weet je wat het voordeel is? Je krijgt er nu 3 voor 5,50 euro. Waarom zou je dat willen? Ik wil nog 1 keer ruiken. Gadver, dat is echt net plantenvoeding. Waarom wil je nog een keer ruiken? Oké, we gaan naar ronde nummer 2. Laten we hopen dat dit lekkerder wordt. Deze ronde. Oké, ik... Nee. Die wilde ik. Deze mag jij. 3, 2, 1. Echt. Smaak. Oeh, andersom ja, dus. Ik heb het gevoel dat ik echt zo'n pechvideo heb weer. Dat ik alles moet eten wat goor is deze video. Ik heb een voorgevoel. Ik ben echt al jouw woorden aan het scannen op dat geheime woord. Pechvideo, dat vond ik wel een verdacht woord. 3, 2, 1. Oeh. Oh, hè? Oeh! Ben & Jerry's cookie dough! Koekjesdeeg! Wat een niveau heb jij? Ik schrik ze te blij. Ja, oké, ik zal me even naar mijn leeftijd gedragen. Dit moet er echt uit.
Ja, sorry, ik ben gewoon blij vandaag. Ik ben net wakker, ik ben net in bed, jeetje. Okay. Kijk, maar moet je eens kijken, dit is toch fantastisch? Maar dit is een smaak, die moet ik hebben. Nee, dit is toch echt koekjesdeeg? Dit is smaak. Oh ja, tuurlijk. Goedemorgen. Je gaat niet bij koekjesdeeg afpakken, je mag alles van me afnemen. Mijn huis, mijn hypotheek, mijn radiostation, alles. Was dat je woord? Dat was je woord. Je hypotheek. Je zei je woord. Niet waar. Het lukt ook helemaal niet. Ik wil ook je lepel vinden, Dikkels. Wat gezeik deze video. Helemaal geen leuke video dit. Ik heb hem al open. Maar ik zoek je lepel. Je moet het wel kunnen eten. Heb je nou voor mij gegeten? Zo. Oké. Lekker. Vroeger op ponykamp had ik ook al. Auw. Had ik ook altijd koekjes. Wat doe je? In mijn tand, koud. Oei, een gaatje. We winnen de tandarts. Het is zo stom. Ik heb het gevoel dat... We moeten echt dit niet meer doen. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat alles wat we zeggen het woord is. Ik ook. Oh jeetje. Maar moet ik dit nou helemaal opeten? Kan iemand mij de regels uitleggen? Stop. Ik ook. Echt lekker. Hé, hey, ik slik jou voor een advocaat. Als jij niet... Als je zo door blijft gaan. We gaan door naar de volgende ronde. Potjan, door. Ik zal nu heel erg monotoon in mijn... emotie blijven deze ronde. Deze is dus voor mij. Oké, ik ga hem nu openmaken. Ik heb smaak. Echt? Wat doe jij enthousiast? Dat kan ik niet aan. 3, 2, 1. Wauw. Oh nee, ik zie het. Ik heb echt pech deze video. Wow. Citroensnoepjes, wauw. Was dit beter? Ik mocht niet meer enthousiast doen van jou. Jawel, je mag wel enthousiast doen, maar dit is echt te saai gewoon. Oh. Er zit nog kaas aan dit mes, maar goed. Je kan ook gewoon een beetje sap zo in je mond doen. Dat vind ik ook goed. Echt? Ja joh. Zal ik dat doen? Nee, dat doe ik zelf, want ik weet wel weer hoe dat gaat. Oh! Mm. Ja, maar dit vind ik dus echt lekker. Echt? Ja, ik kan hier echt wel van genieten. Mm. Het schijnt wel heel slecht voor je tanden te zijn, dit. Ja? Dat is zuiverend voor je lichaam, hè? Gelukkig sta ik in het klantbestand bij de tandarts. Next. Wat? Klantbestand? Maar misschien kan ik moet van... even notities maken, want nee, dat mag niet. Allemaal. Dat mag niet. Maar gelukkig krijg ik voorrang. Ik heb een voorrangspositie. Deze ronde mag jij gewoon op gevoel eentje uitzoeken. Laat even je innerlijke Jomanda spreken. Weet je, ik ga ze door elkaar husselen, net als een tornado. Die nee, dan voel je het. Zo rond, hè? Echt een tornado. Ik ga voor deze. 3, 2, 1. Wow. Oh. Hey, maar ik heb elke keer real. Ja. Dat is iets. Maar ik ben ook real. En ik heb een hele goede smaak. Je hebt een goede smaak omdat je met mij bent. Oh. Dat was wel een hele appetijtelijke opmerking. Appetijtelijk. Hey, ik heb in ieder geval Subway chips. En ik heb een Subway broodje. Ruikt dat dan hetzelfde? Dat is met de taai. Oh. Hoe lang heb je deze al klaar liggen? Ik had eergisteren laten halen. Graag ook een aperitiefje. Ik vertrouw echt in één woord dat jij zegt. Maar we hebben er allebei van gegeten, dus we gaan allebei door naar de volgende ronde. Ik heb zo het vermoeden dat de ronden steeds moeilijker worden, dus ik hoop dat je geluk hebt. Ik hoop het ook. Waarschijnlijk heb ik weer real. Ja! Ja! Smaak! Echt? Wat is dat? Dat is heel raar. Hé, maar we blijven alle twee nog steeds eten, dus we zitten alle twee nog steeds in het spel. Ja. Wanneer ga jij stoppen? Niet. De dag dat ik stop met eten, dat is de dag dat ik naar de hemel ga. Nou, wat een gezelliger. Ja, maar dat is wel zo. Ik ga kijken hoor. 3, okay, 3, 2, 1. Ja! Dit kan je helemaal niet eten. Waarom heb ik dit de hele tijd? Ik heb heerlijke schoolkrijtjes. En ik heb echte krijtjes. Zelfs een stewardess zou dat niet eten. Stewardess? Oké. Okay. Is een likje ook goed? Het valt echt boven al mijn dingen uit, want ik heb zo'n smetvrees. Ja, in het midden dan. En? Ja, het smaakt heel krijterig. Ja, maar als je een calciumtekort hebt, dan kan je dat volgens mij heel lekker vinden. Dan heb ik een calciumtekort dus. Calciumtekort. Is dat ook een woord? Je weet het niet. Nou, ik ga hem weer terug doen. Dat zit goed.
Het was helemaal goed. Echt? Oh, gelukkig. Want dit kan je, dit is niet gezond om te eten. Ik ga voor deze. Ja, dan heb ik maar één keuze. Deze. Oh, echt? Smaak. Eindelijk andersom. Hè, hè? Waarschijnlijk heb ik nu weer pech. Dat is weer iets heel voorzichtigs. In 3, 2, 1. Oeh. Ik heb een watermeloen. En ik heb meloen gum snoepjes. Nice. Grappig. Het lijkt wel een ruimteschip, die meloentjes zo. Weet je wie dit ook altijd heel erg lekker vond? Meloen, de directiesecretaresse van mijn moeder. Want? Je was daar gek op. De directiesecretaresse. Ja. Kijk hoe leuk deze eruit ziet. Eet smakelijk. Oh, het is gewoon echt een kauwgombal. Maar smaakt het ook echt naar meloen? Ja. Ja, ik vind het lekker. Ga je heel die meloen nu opeten? Ja, ja, dus er zit hier nog bij. Kom, kunnen we het even naar de reclame. Oeh, oh, echt smaak. De onthulling in 3, 2, 1, daar gaat hij. Oh, oh nee! Nee! Oh, ik heb geluk! Oké, jongens, wat heb ik hier? Haringfilet. En als we iets alle twee vies vinden, is het haring. En wat heb jij? Dropharingen. Nou, die is voor mij dus. Oh, ik vind dit echt zo vies. Ik weet dat heel veel mensen dit lekker vinden, maar ik kan dit niet aan gewoon. Mmm. Oh, lekker. Heel lekker. Alsof er een engeltje op mijn tong piest. Kijk dan. Even. Hij drupt, hij drupt, hij drupt. Hij zwemt. Een beetje ui erbij doen. Kijk, ja. En dan doe je hem gewoon in je mond, net als in Volendam doen ze dat ook allemaal. Oh ja, ik hoop niet dat ik straks naar een spreekuur moet. Oké, okay, 3, 2, 1. Buh. Komen twee haringen elkaar tegen. Zegt de een tegen de ander. Ha, ring. Ja! Heel slim. Volgende ronde. Hoeveel rondes komen er nu? Ja, totdat er iemand stopt. Ik heb heel de supermarkt hier klaarstaan. Ik wil niet meer. Oké, nou hup. Misschien stoppen we nu wel, je weet het niet. Ik heb echt smaak. Dat is echt formidabel. Formidabel. Ik weet nog steeds zeker welk woord jij hebt. Je zei het al in het begin. 3, 2, 1. Oeh! Wat had ik ook alweer? Echt? Oh, nee. Kijk eens. Dat betekent dat ik hier hele hete sweet chili chips heb. En ik heb de echte pepers. Nou, je moet deze rode hier achter hebben. Die is het heet. Die is het heet, volgens mij. Eerlijk, deze is niet super heet. Oh. Oh, een hele grote hap ook. Oeh! Oké. Okay. Boep, 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 boep. Is dat weer weg? Het valt mee. Nou, ik vind het toch knap dat je het hebt gedaan. Bedankt. Jij verdient een kazantje. Grapje. Goed, de spanning is om te snijden. Het is echt nog niet te zien wat er onder het deksel zit. Ik ben heel benieuwd. Oh nee. Echt smaak. Laten we gaan kijken. In 3, 2, 1. Oh. Een gebruikte schoen. Ik zie dat hij buiten is geweest. Kijk eens, die is voor jou. En hier heb ik dropveters. Lekker. Oftewel, ik moet een veter eten. Kan je dat niet eten? Nee, je moet het helemaal opeten, Rut. Ja, moet jij hem ook helemaal opeten dan, heel de zak? Ja. Dat kan niet. En nu? Onmogelijk. Nu heb ik een probleem. Geef het op. Ja, ik weet het niet. Ik ga nog één poging doen. Jongens, ik gooi de handdoek in de ring. Waar is dat gore doekje? Hier, zet kaas aan. Buh. En haring. Ik gooi de handdoek nogmaals in de ring. Ik geef op. Yes! We hebben een winnaar! Oh, eindelijk heb ik iets gewonnen in mijn leven naast de playback show in 2009. Gefeliciteerd, het is je gegund. Maar... ik word er emotioneel van. We zijn nog niet helemaal klaar. Oh. Nu moeten we van elkaar raden, wat is het geheime woord? Als je het goed hebt, win je 500 euro. Ik denk dat ik weet wat jouw geheime woord is. Nou? Ik denk dat jouw geheime woord is... hypotheek. Mijn huis, mijn hypotheek, mijn radiostation. Ik kan je vertellen, je hebt het... fout! Nee! Oh, maar nu mag ik het ook niet weten zeker. Ik denk dat jouw geheime woord...
Je zei twee keer, maar tornado. Weet je, ik ga ze door elkaar husselen, net als een tornado. Die nee, dan voel je het. Zo rond, hè? Echt een tornado. Fout! Oh nee! Dan weet ik het wel. Nee, je mag maar één poging doen. Dit is fout. Aan jullie de vraag, wat waren onze geheime woorden? Laat het hier beneden in de reacties even weten. Misschien kunnen jullie het wel raden. En dan krijg je van mij een hartje. En misschien van mij ook wel. Oeh. Wil je meer video's zien? Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Klik ook even door naar Thomas' kanaal. En als je nog andere video's wilt checken, dan kun je ook hier ergens op klikken. Bedankt voor het kijken en tot volgende week donderdag. Doei!